Ik ben Marcel van den Broek, ik ben beleidsmedewerker werkinkomenzorg bij de gemeente Bezel. En werkinkomenzorg, daar valt ook de inburgering onder. Vandaar dat ik de afgelopen jaren nauw betrokken ben bij de inburgeraars. We merken nu dat de inburgering heel vaak van tevoren uitgezette trajecten zijn die heel groot worden neergezet. En voor kleinere gemeenten, of überhaupt voor gemeenten, is soms lastig om daarop in te springen. Want we maken graag afspraken lokaal met werkgevers, met verenigingen. Ja, ik hoop met het nieuwe beleid wat er gaat komen, met de nieuwe wetgeving, dat we daar wel meer ruimte voor gaan krijgen. Met de invoering van het PIP, persoonlijk inburgeringsplan, denk ik dat de gemeente veel meer de regie in handen gaat krijgen. En die kan ook gaan beslissen wat er moet gaan plaatsvinden. Als ik het koppel ook aan de trajecten met de participatiewet, om mensen naar werk te helpen of naar activiteiten door te geleiden, daar past dit helemaal in. We kunnen afspraken maken met de mensen. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid, maar we kunnen ook de verantwoordelijkheid delen met de inburgeraar. Het mooie van inzetten van maatwerk is dat je op allerlei manieren mensen kan betrekken bij de inburgering. Wouter, yes. Gaan ze naar de woning? Schikt jou ook om even mee te gaan? Schiphol. Een paar jaar terug was het toch zo dat vaak de vrijwilliger van Nederlandse afkomst, die zet zich in. En die is nauw betrokken als een soort maatje bij het gezin. En je merkt nu dat er een aantal jaren ook al mensen, bijvoorbeeld vanuit Syrië, in het dorp aanwezig zijn. Die worden ook ingezet bij de inburgering. En dat maakt het heel mooi dat je ziet dat mensen helpen om hun voormalig landgenoten of nieuwe dorpsgenoten op weg te helpen. Ik zie geen echte nadelen aan het PIP, maar het is wel een voorwaarde dat goed uitgevoerd kan worden door de gemeente. En de gemeente moet er wel in gefaciliteerd worden. Hey, het ziet er netjes uit verder. Alles is geregeld vanmorgen. Alles is geregeld. Aansluitingen zijn rond. Wat nu gebeurt is dat soms mensen binnenkomen vanuit een AZC en die hebben al een opleidingsinstituut uitgekozen om de opleiding te gaan volgen. En dat past niet in de plannen die lokaal gemaakt kunnen worden. Met een PIP kun je daar beter afspraken over maken. En dan kan je als gemeente beter op sturen. Een nadeel kan inderdaad zijn dat als er heel veel toestroom is, dat je dat als gemeente niet kan bemensen. Maar ik denk dat je dat op dat moment moet signaleren. Maar voorwaarde voor extra taken is altijd wel dat er ook extra middelen meegaan. Eigenlijk is geconstateerd dat de manier waarop inburgering gebeurde, dat niet goed gaat, dat er verbeteringen moeten komen. En daarom is het heel fijn dat er nu een nieuwe regeling komt, een stelselwijziging dat op een andere manier gaat. Maar die gaat pas in 2020 in en tot die tijd gaat het door zoals het was. En ja, dan blijft het ook zoals het gaat en blijven de mensen buiten de boot vallen. En het zou jammer zijn als niet ter voorbereiding op de stelselwijziging al experimenten worden toegestaan waarbij ook ondersteuning vanuit het Rijk geboden gaat worden.